Je mag rustig zeggen dat het uniek is, want ik heb het eigenlijk nog nooit gezien dat de zon een grote oppervlakte, zo'n hele stoep, dat die vol met solidaire bijtjes zit. Solidaire bijtjes? Wat is dat? Ja, dat zijn een van de soorten van de vele soorten bijen die we in Nederland nog hebben. He, voorheen, ik heb het al wel eens meer gezegd, we hadden 300 soorten wel. Maar dat is heel sterk gereduceerd. En hoeveel dat er nu zijn, ja, dat gaat dan over jaren is dat eigenlijk teruggelopen eigenlijk. He. Maar wat doen die bijtjes hier? Nou, ze zorgen voor de bestuiving van diverse bloemen of planten hier in de buurt. Maar in één zo'n gaatje, wat we zien, daar zit maar één bij in. Eén solitair bijtje in. Solitair bijtje. En daar legt een aantal eitjes. Hij begint dus eerst een pijpje te graven. Een pijpje van ongeveer zijn ruimte van zijn lichaam, dus zeg maar 5 tot 8 millimeter. Daar begint hij achterin, legt hij een eitje. Hij metselt het weer dicht. Hij voorziet eerst dat eitje met genoeg eten, dat hij daar heel de winter dus van kan leven, dat larfje, als dat uitkomt. En daarna weer één en weer één en zo een stuk of 5, 6 achter elkaar. Dan sluit hij het en in het voorjaar, daar blijven dat heel de winter blijven daar die eitjes, larfjes. En in het voorjaar komt daar dus weer een wesp uit. Een aantal wespen, dus 5, als 5 eitjes zijn. Maar waarom doen ze dat hier? Omdat het een heel, ja, dat is de natuur. Die beestjes die zoeken een leuk plekje. U ziet het, het is mooi wit zand. Schijnbaar heeft de gemeente daar heel mooi zand in gedaan. En het is ook een zonnige plaats. Zijn de bewoners hier bevreesd dat hun stoepen gaan verzakken, maar daar hoeven ze niet bang voor te zijn? Nee, dat is niet. Het zijn pijpjes van zo klein. Gewoon plantje groeit ook wel eens tussen de tegels. Dus dat is niet zo, dat is niet relevant. Nee, daar hebben we geen last van. Niks aan doen, gewoon laten zitten. Gewoon laten zitten en het is een stukje natuur. Ze zorgen voor de voortgang van de natuur, dat planten allemaal weer bestoven worden, die op dit moment dus bloeien.